leugenaars. Wanneer wij hier allemaal samen staan, weten we dat het weer nieuwjaar is geweest. Iedereen heeft zeker op zijn manier de overstap naar 2013 gevierd en heeft ook partners, familie, vrienden, kennissen en collega's de beste wensen overgemaakt voor het nieuwe jaar. En dat ga ik hier nu ook doen. Als uw nieuwe burgemeester wens ik alle Lierenaars en Hoytenaars, uw familie, vrienden en kennissen, een gezond en gelukkig en succesvol 2013, zowel persoonlijk als beroepsmatig. Ik doe dat niet alleen in persoonlijke naam, maar ook namens mijn collega's uit het Schepencollege. In 2012 vierden onze stad en de deelgemeente 800 jaar Lier. We hebben dat gedurende verschillende weken op een schitterende manier gedaan. Met als apotheose hier op de heraangelegde Grote Markt, de Schapenpaleo, met veel zon, heel veel volk, met veel plezier, zoals het past in ons Lierke pleziertje. Belangrijk was de prima samenwerking tussen de verschillende wijken, die ervoor zorgden dat heel de stad echt meevierde en dat de samenhorigheid binnen en tussen de wijken en met Koning Zoid erg werd versterkt. Ik dank hen en het comité Lier 800 hiervoor van harte. Wat mij betreft was dit ook een goede repetitie voor wat ons in 2015 te wachten staat. Want in dat jaar gaat in Lier de omgang na 25 jaar weer uit. Een gebeurtenis die niemand mag missen. De voorbereidingen zijn al gestart, want het zal een groot feest worden dat Lier weer volop op de kaart zal zetten. In 2012 werden er ook gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De kaarten werden grondig doorheengeschud. De politieke verhoudingen in de gemeenteraad wijzigden zeer serieus. 12 gemeenteraadsleden van de 31 zijn nieuw en zetelen voor de eerste keer. De wil van de Lierenaars en de Hoytenaars maakte ook dat er een nieuw en ander schepencollege werd gevormd, waarin nu slechts 2 partijen zetelen, namelijk de N-VA en de Open VLD. Ik wil deze gelegenheid gebruiken om u graag even het nieuwe schepencollege voor te stellen. Dat zijn de mensen die hierachter staan, tussen haakjes natuurlijk. Walter Grootaars is onze eerste schepen, bevoegd voor stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen. Een applaus mag natuurlijk ook. Tweede schepen is Rick Verwaast, bevoegd voor jeugd, erfgoed, musea, toerisme, evenementen, gezinsbeleid en kinderopvang. Lucien Herijgers is onze derde schepen. Hij is bevoegd voor economie, natuur en milieu, afvalbeheer en duurzame ontwikkeling. De vierde schepen is Bert Wollans, bevoegd voor openbare ruimte en mobiliteit. De vijfde schepen is Ivo Andries, bevoegd voor sport, cultuur, onderwijs en bibliotheek. Is Rick Put bevoegd voor personeel, loketwerking, wijkwerking en burgerlijke stand. De zevende schepen is Anja de Wit, bevoegd voor financiën en stadspatrimonium. Marleen van der Poorten zal voorzitter van het OCW worden en tevens schepen voor welzijn, senioren en gehandicapten.
Zelf ben ik als burgemeester bevoegd voor veiligheid, communicatie, integratie, politie en brandweer. Beste stadsgenoten, ik kan u verzekeren dat wij allemaal het beste voor hebben met onze stad en onze deelgemeente. Wij willen dat iedereen die hier woont zich hier goed voelt en dat vele niet-Lierenaars graag naar Lier komen. Wij willen ook dat onze stad veel nieuwe bewoners zal aantrekken, bij voorkeur jonge tweeverdieners. De mogelijkheden hiertoe zullen in de komende jaren ruimschoots geboden worden en het nieuwe bestuur wil hiervoor graag de nodige initiatieven nemen. Koken kost geld. En ieder huishouden moet de tering naar de nering zetten. Gezinnen, de Vlaamse overheid, de federale regering, de steden en gemeenten. De laatste jaren is die regel niet of onvoldoende gevolgd in Lier en is er te veel geïnvesteerd, te veel uitgegeven. Met alle gevolgen van dien voor de stadskas. Het is dus absoluut noodzakelijk om onze stad opnieuw financieel gezond te maken. En om dat te kunnen doen, moeten er dringend maatregelen genomen worden. Er zijn twee mogelijkheden. De inkomsten verhogen of de uitgaven beperken. De nieuwe meerderheid kiest er duidelijk voor om niet over te gaan tot hogere belastingen, maar wel kiezen wij voor slimme en verantwoorde besparingen na een grondig kerntakendebat waarin zal beslist worden wat de stad moet doen, kan doen en wil doen. Ik wil hier ook zeer duidelijk zeggen dat het nieuwe bestuur niet zomaar zal gaan snijden en hakken in alle mogelijke subsidies, of dat het nieuwe bestuur een asociaal beleid zou gaan voeren, nog dat wij bepaalde sectoren zullen gaan viseren. Dat absoluut niet, maar besparingen zullen noodzakelijk zijn. Wij zullen ook natuurlijk investeringen doen, maar dan in de eerste plaats in zaken die bijdragen tot een aangename en aantrekkelijke stad voor iedereen. Wij willen vooral uitgaven doen voor zaken die van belang zijn voor alle medewerkers. Even spannen. Dat is een aangenaam intermezzo. Ja, wij willen een propere, veilige stad met goed aangelegde en onderhouden voetpaden, pleinen en straten, inbegrepen meer vuilbakjes. Wij willen een stop aan prestigeprojecten. Wij willen een groener marktplein met meer bloemen ook. Wij willen een betere samenwerking tussen stad en OCMW om efficiënter en goedkoper te kunnen werken. Wij willen een stad die ten dienste staat van haar inwoners. De 34.000 Lierenaars en Hoytenaars zijn onze klanten en die moeten goed bediend en verzorgd worden. Wij willen een stad die bezoekers en toeristen aantrekt en hen niet afstoot. Wij willen een stad die een kernversterkend beleid voert om kleinschalige handelszaken opnieuw naar het centrum te trekken. Wij willen een stad en een centrum die vlot bereikbaar zijn voor iedereen die hier woont
die hier werkt, die hier komt winkelen. Dit wil zeggen voor iedereen die hier een bestemming heeft en daar dus ook vlot moet kunnen komen. Met de fiets, de wagen of te voet. Met tegelijkertijd een strenge handhaving van de 30 kilometer regel in de binnenstad en het rondleiden van het verkeer dat geen bestemming heeft in het centrum via de ring. Het nieuwe stadsbestuur heeft in dat verband al enkele beslissingen genomen met betreft de verkeerscirculatie op en rond de Grote Markt. De paadjes in de Vredebergstraat verdwijnen. De markt wordt gedeeltelijk doorrijdbaar gedurende bepaalde uren om zo terug vlot van oost naar west te kunnen. Er zullen ook maatregelen genomen worden voor kortparkeerders vlak bij de Grote Markt. Er wordt gewerkt aan een optimalisering van de bestaande parkings Gasthuis Vest en Mol en er wordt gezocht naar extra parking vlak bij het centrum. Voor al deze voorstellen en beleidsopties zullen wij ons laten leiden door de belangen van alle inwoners en bezoekers van onze stad. Wij zullen luisteren naar de mensen. Wij willen van Lier en Hooit een aangename stad maken en wij zullen de tering naar de nering zetten. Er is veel werk aan de winkel, maar dat schrikt ons niet af. We gaan er tegenaan met vol enthousiasme. Ik kan u bovendien verzekeren, beste stadsgenoten, dat ik samen met de collega's uit het Schepencollege een burgemeester zal zijn voor alle medeburgers. Onze deur zal altijd openstaan voor iedereen om naar jullie te luisteren. Genoeg gesproken nu. Ik ruik tot hier al de smoutenbollen, de soep, de gebakken haringen. Het is dus tijd nu voor een hapje en een drankje. En zoals gewoonlijk staan de Lierse verenigingen en vrijwilligers weer paraat en hebben de Lierse bakkers ook nu weer het eens klaargespeeld. Een ongelooflijke prestatie om die reuze taart op tijd klaar te maken en ze ziet er zoals altijd ook weer schitterend uit. Proficiat, alleszins. Zoals gewoonlijk heb ik de eer om als eerste het mes in die taart te zetten. Maar we gaan die doen uiteraard samen met de collega's uit het Schepencollege. En dan, beste stadsgenoten, beginnen we eraan aan dit feest en aan een mooi 2013. Laat het u allen smaken. Ik zou zeggen, mochten we nu al een glas in de hand hebben, op Lier. Het is dus zonder glas, maar het blijft op Lier.